Goedemorgen allemaal. Wij zijn de koffer aan het inpakken, want wij gaan vandaag op danskamp. En ik ben echt mega benieuwd hoe deze vlog gaat eindigen. Ik zie er nu niet op te fris en vrijdag uit, laat staan zondag om. Oh shit, vergeet de handdoeken. Laat staan zondag om 5 uur. We hebben even lekker kunnen uitslapen. Rick was ook vandaag gewoon vrij, dus het is gewoon even een relaxte ochtend. Dat is heel erg prettig. En we hebben het vandaag dus ook niet voor de rest heel druk. Eigenlijk is alles voor het grootste gedeelte gebruikt voor kamp, dus dat is ook heel fijn. Geen gekke extra dingen te doen, ergens rekening mee te houden. Maar we gaan de laatste boodschapjes zo even doen, dus daar dat moeten we even doen. En voor de rest neem ik jullie mee naar vandaag, jongens. Ik ben reet benieuwd hoe het vandaag gaat worden en hoe het allemaal is. Simba vindt het nooit zo leuk als wij weggaan. En omdat we op kamp gaan, hebben we natuurlijk alle spullen op tafel gezet. Maar hij heeft nu gewoon zoiets van, ja dag, ik ga mee. Sim! Mogen we niet weg? Nee hè? Zover onze plantjes. We waren even aan het lunchen en nu hebben we de kat het omgegooid, jongens. We zingen opa, 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 even de laatste dingen halen met Kimmy. Yay! Zijn er, hoor. Jij bent er al geweest, Rick? Ja. Echt? Nou, Rick kent het al. Wij zijn er, jongens. Tycho is er ook. En de toilet. Nee, hoor, grapje. We zijn bijna compleet, jongens. Wie missen wij allemaal nog? Mag ik vloggen? Ja, tuurlijk mag je vloggen, Kaya. Vlog take over. We zijn arrived bij het kamphuis. En we missen nog mensen. Wie missen wij? Valeska. En gaan we zo lekker eten. Broodje knakworst met soep. Want we hebben toch een kok? Ja. Dus dan gaan we lekker eten. Wij gaan dus nu snoep afpakken. Dit is wat wij hadden, maar ze hebben echt allemaal vet veel snoep mee. Dus op naar alle zakken snoep. Hoeveel is het al? Twee hele volle tassen. Alle snoepjes, jongens. Nee, mijn net gaat echt kleven, maar voor de rest hebben we een hele bak. Tijdsblokje zitten op. We hebben lekker gedanst, bootcampje gehad, gegeten met z'n allen. Dat was eigenlijk super gezellig. En iedereen is nu wel een beetje moe. Dus wij sluiten de avond lekker af met spelletjes en de keuken die we schoonmaken. Dus morgen weer een nieuwe dag. Ik ben benieuwd hoe we. 5, 4, 3, 2, 1. Lang zal ze leven. Ja, zeker. Het is 7:30 en we waren om net wakker. Ik ga het echt zetten. Slapen is voor Ze heeft helemaal niet geslapen. Nee, Celine heeft gewoon doorgehaald. Des heeft gesmeerd. Mint was verkouden. Rick die had boven dat bed. Het ging alle kanten op, behalve de goede kant. Nou, hij heeft ook een nieuwe post omgezaagd. Dan gaan ze iedereen wakker maken over een half uur. Ik ben erg benieuwd. Goeiemorgen, jongens! Goeiemorgen! Goeiemorgen!
aan het doen op de rustige tempo. Ja, serieus. Blanca! Dit is gewoon mijn vlog. Spiegel voor het weekend. Het gaat super goed. We hebben lekker ontbeten. Iedereen wakker gemaakt om 8 uur, zoals jullie zagen. Nu zijn we bezig met choreo's. Iedereen gaat een stukje choreo aanleren en daar gaan we een videoclip van maken. En we gaan daarna lekker lasergamen en midget golfen. De vaatwasser doet het niet, dus we moeten helaas afwassen. Was een beetje minder, dus hoort er ook bij. Tijd om verder te gaan met afwassen. Ja, dit is dus een vaatwasser, jongens, maar die doet het niet. Echt heel irritant. Dus Celine is vandaag de vaatwasser en ze is lekker bezig. En deze meid heeft precies 0 uur geslapen. Die is gewoon heel de dag wakker. Ik vind het maar knap. Nou jongens, we gaan nu laser gamen en glow in the dark midget golfen. En we zijn er klaar voor. Dus heb ik nog even mijn haar gedaan, zodat er nog iets een beetje fatsoenlijk is aan de dag. We zijn best wel moe, maar we gaan gewoon door, hè? We gaan door, hè, mee? Ja. Oranje. Ja, ik ben ook een beetje... Alles. Mijn haar is een beetje... Iedereen is moe. Oh, het is zo... cute. Je zou maar jarig zijn en je eigen taart niet kunnen snijden, maar maakt niet uit. Ik word dus net gebad dat deze game het niet doet, dus ik moet nu gaan regelen wat we wel gaan doen. Chaos. Ik ging Destiny optillen. En toen? En toen ging ik op mijn plaat. En hoe hard? Echt heel hard. Nee, op jou. Ja, dat en nu gaan we even lekker dobbelen. Daar gaan we, jongens. Nu gaan we weer naar het Jump XL. Ik hoef er niet op, hoor. We hebben net lekker patat gegeten en we hebben gebold, want het lasergame kon dus niet doorgaan. Dus we gaan nu op naar het laatste gedeelte. En daarna hebben we de bonte avond. Vanavond hebben we de bonte avond en gaan we hier met z'n allen zitten. We hebben een avondje voor de klaar, maar uiteraard moeten er weer zullen staan. We waren er bij Jump Square of Jump XL. Echt super leuk. Hele lieve mensen ook. Nu gaat de laatste ploeg met de auto's iedereen ophalen. En gaan we even douchen, want iedereen heeft gezweet als gek. Dus klaar voor het laatste stukje. Voor al mijn vlogfriends, dit is mijn groep die niet slaapt. Ja, dit is dus deze groep. Echt chill. Oh, zie je dat? Nu kan je het aan je mama laten zien in de vlog. Mama, kijk! Goedemorgen, het is 8:30, we hebben al ontbeten en het is lekker early burly. Iedereen is heel moe en jullie ook. We gaan nu ons even snel klaarmaken voor de dag. We hebben niet zo'n hele lange dag meer. Volgens mij wilde Tigo ook wat zeggen. We gaan ons even omkleden. Slijp hoog, knip en rechts en links. Ha! Bijna, jongens. Het laatste stukje wordt nu gedanst voor de videoclips. Daarna gaan we lekker lunchen, want de meiden hebben echt trek. En wij uiteraard ook. En als laatste hebben we zeskamp. Ik hoop dat we dat nog redden. En dan is het tassen inpakken en gaan. Het is gewoon alweer tijd. Het gaat echt mega snel. Ja. Uiteindelijk gaat het heel hard. Nu zijn we er echt klaar voor. Laatste spel, zeskamp. En dan gaan we er naar de kant van.
Ja, het wordt iets korter spel op plaats van 6, maar... Ik ben Tycho, dit is mijn eerste dag op danskamp. Ik ben Selina, dit is mijn eerste dag op danskamp. Hoi, ik ben Destiny en dit is mijn eerste dag op danskamp. Hoi, ik ben Minte en dit is de eerste dag op danskamp. Hoi, ik ben Valerie, dit is mijn eerste dag op danskamp. Ik ben Tycho, dit is mijn laatste dag op kamp. Ik ben Selina, dit is mijn laatste dag op danskamp. Ik ben Destiny, dit is mijn laatste dag op danskamp. Ik ben Minte en dit is de laatste dag op danskamp. Ik ben Valerie en dit is de laatste dag op danskamp. We zijn thuis. Het was echt superleuk. Onwijs genoten. Niet heel veel gevlogd, maar ook omdat we wel eens gewoon echt druk waren met ja, van alles en nog wat. Dus ja, echt intern genoten. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vinden van mijn weekend. Zo, zoals jullie horen, was het heel zwaar, maar echt superleuk. Fijn dat we weer een nieuwe week vlog, dus check it out. Thanks voor het kijken en een dikke kus.